Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En naar aanleiding van mijn vorige toevenvideo kreeg ik heel veel reacties dat jullie graag heel veel toeven willen zien. Veel aangevraagd was wit, met een tint geel, lekker voorjaar, fris, maar wel heel neutraal. Dat gaan we vandaag maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En willen jullie nog een keer weer een toef zien en van een andere kleur? Laat even hieronder in de reacties weten welke kleur de volgende toevenvideo moet worden. Dan ga ik daar misschien wel mee aan de slag. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Wil je het pakket van vandaag dus bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Wil je niks missen van mij? Kan je me ook volgen op Facebook of Instagram? Daar deel ik veel. Instagram op het moment echt heel veel. Dus mocht je willen zien wat er elke keer online komt als nieuwe artikelen binnen zijn gekomen, volg me daar dan. Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met een toef. Naar aanleiding van mijn vorige video over de toef kreeg ik veel reacties dat jullie graag neutrale tinten willen zien in een toef. Met een tintje geel, lekker voorjaar, fris maar wel neutraal. Dat gaan we vandaag maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik ook regelmatig veel nieuws als er wat nieuws binnenkomt. Of als er spontaan een nieuwe video online komt. Elke zaterdag om 9 uur komt er dus een video online. En soms komt er een extra video online en dan deel ik dat daar. Vandaag gaan we dus weer een toef maken. Wil je het graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt het onder het kopje cursuspakketten. En ik zou zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Eigenlijk is de techniek een beetje hetzelfde als de vorige keer. We gaan dus eigenlijk gewoon weer een mooie toef binden. We gaan toefjes bij elkaar pakken op een touw binden. Een techniek die elke keer terugkomt. Maar vandaag gaan we ook leuke voorjaarsbolletjes gebruiken. Dus dat vergt eventjes nog wat uitleg. Niet moeilijk, heel leuk. Dus ik haal je even iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. Allereerst knippen we even weer wat ijzerdraadjes, zodat we daar weer straks kleine toefjes mee kunnen maken. Ik denk dat het ongeveer weer 20 zullen worden, dus dat mag je eerst eventjes doen. Dan maken we kleine toefjes weer. Ik doe het bij eucalyptus weer net boven het blad knippen, want dan hou je het gewoon mooi. Als je halverwege de tak knipt, dan krijg je hele lelijke uiteindes. En dat is gewoon zonde. Dat doe je met al het materiaal wat bij de toef zit. Het is ook echt heel erg leuk. Dan pakken we dus elke keer weer een toef bij elkaar. Met verschillend materiaal. Het mogen wel iets grovere toefjes zijn. Niet zo grof, want ik hou wel van dat het wel sierlijk is. Daar doe ik een draadje omheen. En dit doe ik met al het materiaal. Ik pak elke keer gemengde toefjes. Hier naast me heb ik alle toefjes klaar. Dan gaan we nu ook nog even van bosbes toefjes maken. En dit doe ik eigenlijk op dezelfde manier. Je kan gewoon eventjes van de voren draadjes knippen. En je maakt gewoon een wikkeling. Zodat je ook zulke toefjes hebt. Van de bosbes heb ik ongeveer 7. Heb je ze iets dikker, dan heb je iets minder. Heb je ze wat fijner, dan heb je er vaak wat meer. Hier mag je er ongeveer 20 van maken. Ik heb allerlei verschillende, zoals je kan zien. Sommige met wat meer groen. Hier ook met een Crasperiaatje erbij in. Ongeveer 20. Ik heb er nu 18, dus dat is ook prima. Het ligt er net aan hoe dik je de toefjes doet.
Dan gaan we de bolletjes op een stokje zetten. Je kan ze gewoon even uit het potje halen, schoonmaken, het zand eraf spoelen. Dit mag je doen met of zonder wattels, wat je zelf mooier vindt. En dan onderin steek je eventjes een prikketje. De voeding zit al in de bol zelf, dus je kan ze ook prima verwerken zonder de worteltjes. En dan kunnen we weer gaan beginnen met binden. En dit doen we eigenlijk op dezelfde manier als de vorige keer. Je wikkelt eerst even het ijzerdraad eromheen. Eventjes goed stevig vastmaken. Dan pak je een toefje. Ik vind het wel mooi om met de bosbes te beginnen. Dan wikkel je er even twee keer omheen. 1, 2. Trek je hem even goed aan dat hij goed stevig vast zit. En dan pak je het volgende toefje en die leg je daar weer op. Dan wikkel je er even twee keer omheen. 1, 2. Trek je aan. Pak je het volgende toefje. En die leg je er ook op. Hoe meer je aan de zijkant werkt, hoe breder die wordt. Hoe meer je alleen op de bovenkant werkt, hoe smaller die wordt. Dat is net wat je zelf mooi vindt. Ik heb verschillende soorten toefjes gemaakt. Dus ik let even goed op de verdeling van de toefjes. Hoe grof je de toefjes openmaakt, hoe grover jouw toef ook wordt. Dus dat is ook weer zo. En hoe dichter op. Kijk, prachtig al. Dan heb je de bolletjes. En die kan je aan het eind gewoon erbij insteken. Je kan het ook gelijk doen, maar je kan ook zeggen ik doe dat aan het eind als de toef klaar is. Het voordeel als je het gelijk doet, is dat je gelijk kan kijken naar de verdeling. En je kan hem eventjes een extra wikkeling geven, waardoor hij extra stevig vast zit. Maar dat is net wat je zelf prettiger vindt daarin. Kijk, heel mooi divers. Even weer een toefje naast. Je kan er ook twee tegelijk elke keer doen. Maak even weer een wikkeling. Af en toe doe ik er weer bosbes bij tussen. Ik blijf mooi op mijn verdeling letten. En zoals je ziet heb ik eigenlijk aan deze kant twee Crasperia's die best wel opvolk vallen qua kleur bij elkaar. En dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. Dus ik ga deze even verplaatsen. Ik haal hem er voorzichtig tussenuit. Kijk. En dan kan ik hem nog aan deze kant plaatsen. Dat kan je gewoon eventueel los doen. Maar dan heb je de verdeling gewoon echt veel mooier. Kijk, dan komt het veel mooier tot z'n recht. Want dan heb ik aan alle kanten elke keer een beetje gelijk de bolletjes. Ja, wat echt al heel mooi. En straks gaan de bolletjes nog bloeien, dus dan wordt het nog mooier. Dan zijn dit alweer mijn laatste toefjes. Ik doe toch nog eerst even de bosbes. Dan komt het er mooi bij tussen. Dan de laatste toefjes alweer. Ik trek hem even goed aan. Ik knip even de takjes goed af. Maak even extra wikkelingen. Hoe mooi jongens, echt prachtig. Heel neutraal, maar straks gaan de bolletjes allemaal bloeien zoals de druifjes en de nassetjes. Ik heb nog wat druifjes over, die kan je er later nog bij tussen steken. Mocht je het nou extra goed vast willen hebben, kan je eventueel ook nog een drupje lijm gebruiken. Dan doe je gewoon een klein beetje lijm op het steeltje.
En dan steek je hem erbij tussen. Hè? Soms wel handig als je hem buiten aan de deur wil hangen bijvoorbeeld. Dan is hij echt bestand tegen weer en wind. Maar je kan hem eigenlijk een beetje in jouw toef steken van de wikkeling. Heel mooi. Nou, dan gaan we natuurlijk even weer afwerken. Dat doen we als volgt. Je maakt even een extra wikkeling. Dan maken we een lus. En ik kreeg heel veel vragen of ik ook een lus kan maken zonder dat ik hem doorknip. Nou ja, dat kan ook. Dan maak je hem eerst vast. Dus je maakt het ijzerdraad nog niet los. Je maakt even vast dat het ook goed vast is. Zit het toch tegelijk aan. En dan kan je eigenlijk met het uiteinde. Je knipt nou het ijzerdraad af. Sla je het ijzerdraadje terug. En dan kan je met het uiteinde een wikkeling maken. Waardoor je hem helemaal mooi afwerkt. Ik vind de afwerking altijd heel belangrijk. Kijk. Knip hem op gewenste lengte. Doe je daar eventueel een drupje lijm even achter. Je kan ook een knoop maken, maar lijm is vaak net iets netter. Dan kan je iets platter werken. Maar heb je geen lijm, dan kan je ook een knoopje erin maken. Vaak doe ik aan de achterkant even wat extra lijm, daar zie je toch niks van. Dan zit het helemaal goed vast. Laat ik even drogen. En kijk hoe mooi toef we dan hebben. Heel neutraal, maar wel heel rijk van materiaal. Als je de toef niet helemaal recht hebt, je kan hem altijd nog best wel een beetje bijbuigen. Hè? Maar vaak komt het ook doordat je er aan één kant op kijkt. Je kan hem een beetje uit elkaar halen, zodat hij iets meer losvalt. Dan wil ik hem nog even helemaal afmaken met een takje krulwilg. En dat doe ik gewoon met één takje. En dat maakt hem heel sierlijk, zoals je kan zien. Wat je daarvoor doet, je kijkt hoe jouw tak mooi bloeit en groeit. En dan leg je hem zoals je hem zelf wil bij je toef. Dan steek je hem tussen de toef in. Eventueel kan je nog een extra ijzerdraadje gebruiken als je denkt dat hij nog niet helemaal goed vast zit. En dan maak je hem eigenlijk echt helemaal af. Kijk hoe mooi en sierlijk dat er bij tussen valt. En dan hebben we weer echt een prachtige natuurlijke voorjaarstoef. Prachtige kleuren, maar heel neutraal. Ja, past bij ieder interieur. Je kan hem weer ophangen, je kan hem ook mooi neerleggen op tafel. Hij zal mooi indrogen. Hè? En de bolletjes zullen op een gegeven moment gaan bloeien. Wil je dit nou zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. We verzenden door heel Nederland, België en Duitsland. Dus waar je ook woont, komt gewoon naar je toe. En wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Je kan me ook volgen op Facebook of Instagram. Daar deel ik nog meer. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!